Oké. De Death Star, dames en heren. Dravici's Death Star. Mijn god, wat een wapen zit erop. Ik zie. Dit zijn allemaal van die nieuwe turrets. Die zijn in patch 223 uitgekomen, geloof ik. Daar kun je kogels in stoppen en dan kun je schieten. Wat een gaaf gezicht, man. Heeft er echt veel op zitten. 5 stuks. Geloof ik, of 6. Fantastisch. Zie dat dan. Nou, dat belooft toch al een aflevering te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Robin the Phoenix Plays Ark Survival Evolved. We gaan eens eventjes op die Death Star kijken. Zo, de knetter. Eens even zien. Oh ja. Oh ja. Dit is wat voor ons. Dit moeten wij ook hebben. Oh, er steekt een harpoen in ons gezicht. Dat is dan wel minder handig. Ah! Moet je wel met een volledige bemanning opzetten, wil het nut hebben, want het zijn geen automatische geweren. Tenzij die er ook nog autoturrets op gaat zetten. Nou ja, misschien doet hij dat nog. Oh jeetje. Wauw. Even kijken wat Queenie aan het doen is, want die was bezig met een Argentavis-ei. Is hij intussen al uitgekomen? Oh, is al uitgekomen. Kijk dat dan. Oh, kijk dat kleine ding. Lieve. Oh. Hij heeft van beide de kleurtjes. Ja, dat zie ik. Grappig. Oh, kleine Argentavis. Eens even kijken. Health 2200, 3150 stamina, dat is niet slecht, dat is handig. Weight is ook al aardig hoog. Wat voor level heeft hij? 186. Nice. Ja, dat is Queenie een leuke vogel aan. Daar heb je een leuk beestje aan, denk ik. Rode veren, paarse kop. Ja, dat is een mooi leveltje. Ja, nice. En een female. Altijd handig. Meer vrouwtjes en minder mannetjes. Inderdaad. Oké, ik ga mijn vogels even naar de basis brengen nu ze wel kunnen vliegen. Yep, oké. Have fun. Doei. Oké. Nou, dat was Argentavis van Queenie. Hoe heet hij nou ook alweer, Argentavis? Oh, die heeft nog geen naam. Hij heeft nog steeds baby. Wij hebben intussen er ook een paar Argentavis erbij. 3 wil te verstaan. We hebben Roodveer, we hebben Lietje en we hebben Loetje. En met die 3 ga ik samen met Argentavis op huis aan. Eens even kijken. Als ze mij willen volgen. Wilt u mij volgen alstublieft? Ja. Niet? Wil je dat niet? Moet ik even omlopen denk ik. Nou dan. Nog niet. Ah, oh. Een Argentavis, een wilde Argentavis dood. Nou, ja, jij gaat mee naar Roodveer nog. Kom op, Roodveer. We gaan naar ons nieuwe huis. En dan gaan we met elkaar, met z'n vieren gaan we die kant op. Oké, hoop ik. Kijk dan, in kolonnen. Oh, wacht eens even. Er gaat bij ons ook een ander dier mee. Dat was niet de bedoeling. Zo, dan proberen we nog een keer. Even Lietje nog mee. Kom op, Lietje. Mooi. En op naar huis. De lucht in. Natuurlijk. Moet er ook nog even uit. En dan gaan we met z'n allen. Even kijken, kan ik dat een beetje in beeld brengen? Ja hoor. Kijk eens.
Onze vloot. 4 Argentavissen. Allemaal boven de level 160. Dat is nice. Goed, dan gaan we even naar onze basis waar ik ze ga parkeren. En dan gaan we even kijken wat we voor de rest gaan doen. Tot zo. Zo, en ik heb de vogels allemaal veilig bij de basis gekregen. Behalve het vogeltje waar ik nu op zit. Waar zit ik ook alweer op? Even kijken, was het een Lietje of Loetje? Loetje. Heb ik ertussen omhoog gekregen naar level 175, dus dat is mooi. Ik ben een beetje de map over aan het rondvliegen om een goede locatie te vinden voor onze basis. De plek waar onze basis nu is, die staat vlakbij een andere grote basis. Dus dat levert nogal wat lek op als we dat gaan uitbreiden. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een ruimte waar niemand dichtbij in de buurt is. Zodat we zo min mogelijk lek hebben. Dat is ook weer beter met het opnemen. En met, voor jullie dus met het bekijken van de filmpjes. Ik ben de hele map ongeveer 2 keer over geweest. Ik heb hier een hele mooie plek gevonden. Wat ik op onze huidige plek zo gaaf vind, is die waterval. En hier hebben we nog een waterval. Ik zal even laten zien waar we op de kaart zitten. Ik moet even kijken naar waar Mie staat. Niet naar dat punaisetje, maar naar waar Mie staat. Daar zitten we helemaal bovenin. Oeps. Verkeerde knop. Dat moet M zijn. Moron. En wat grappig is, hier hebben we een aantal platformen. Platformbergen, zeg maar. Waar we ook dingetjes op kunnen gaan bouwen. En ik weet niet of het kan, maar misschien kunnen we er zelfs brugjes tussen maken. Hier wou ik gaan beginnen dan, boven deze waterval. Mooi uitzicht, hier beneden heel veel carnivoren, achter ons heel veel herbivoren en omnivoren. IJzer daar op die berg, dat is ook niet al te ver weg als je op de kaart kijkt. Is dat de berg daar rechts? Nee, links. Links boven. Noordwest, zeg maar. En hierachter is ook een hele mooie ruimte. Daar heb ik ook aan zitten denken om daar de basis te bouwen. Ik moet even boven de bomen uit zien te komen. Wai. Als we de rivier volgen waar we nu aan zitten. Dan komen we hier bij een hele mooie open plek aan een rotswand. Bij een meertje. Kijk eens, dit ziet er ook gaaf uit. Dit is ook een hele mooie plek. Ook genoeg servers om een gigantisch mooie basis te bouwen. Maar ik vind het wel een beetje een saaie omgeving. Het water is nu een beetje rood. Dat komt omdat het een hittegolf is. En het wordt wat donker. Dus de zon, het is later in de middag. Ik ga even landen om de stamina bij te laden. Maar dit is ook een hele gave plek om een basis te bouwen. Maar niet mijn smaak helemaal. Maar goed, dit zit vlakbij ons. We kunnen deze platte ruimtes uiteraard gebruiken om dinosaurussen pens van te maken. Om ze daar op te slaan als we ze niet gebruiken. Ah, te laat, Raptor. Maar ik denk dat we gaan beginnen daar bij die waterval. Ik denk dat ik een beetje ga schetsen met wat funderingen. Zodat we kunnen kijken wat voor basis het wordt. Wat ik ermee kan. Dat gaat wel eventjes duren, denk ik. Dat neem ik even lekker een dagje de tijd voor. Een paar game dagen en een echt dagje in het echt. En dan zien jullie terug met het resultaat. Met de schets hoe ik het denk te moeten gaan maken. Tot zo! Zo, en ik ben terug. En jullie ook. En ik ben klaar met schetsen. Sterker nog, ik denk dat we zover zijn om zo goed als over te gaan. Maar voordat ik op de zaken vooruit loop, laten we eens kijken. Kijk, daar komt het al. Het wordt gerenderd op dit moment. Ik zal... Oh, de deuren gaan automatisch open. Wat leuk. Ik ga even hier landen. Huppakee. Goed, dit wordt onze nieuwe basis. Het is nog niet helemaal klaar. Zoals ik al zei, het is een schets. Wat ik eigenlijk van plan ben om ons hier niet een puur ijzeren huis van te maken. Want dat gaat er niet uitzien als we dit gigantische gevaarte van ijzer gaan maken. Dus ik wou het voornamelijk glas doen. Met een hint van ijzer en misschien wat reinforced wood. Maar zeker ijzer en glas. Als we hier de dinopoort doorkomen, zien we dat er aan de andere kant nog een dinopoort is. Dit is expres, zodat ik met grote dino's naar binnen kan lopen en direct bij de voorraad kan. Voor de voorraad ben ik overgestapt in plaats van kisten, van supply boxes, naar, hoe noem je deze kring ook alweer, safes. Naar kluizen. In een kluis kunnen ongeveer 150, geloof ik. 150 vakjes heb je daar. Ja, 150 vakjes. Dat is vele malen meer dan dat je in een kist kunt doen.
Deze rechterkant wilde ik gebruiken voor alle standaard resources zoals wood, thatch, fiber, steen, nou ja, vuursteen, nou, allemaal dat soort dingen. Eten, bessen, plantengedoe. Aan de andere kant wilde ik de smithy gaan zetten en de fabricator en dat soort grapjes. Zodat we in deze drie kluizen onze halffabrikaten en volledig fabrikaten kunnen plaatsen. Zoals, noem het eens wat, benzine, cementing paste, dat soort grapjes. Dat kan allemaal mooi daarin. Dan wordt het donker. Dan moet ik eventjes mijn gamma aanzetten. Ik ben al aardig met de gamma onderweg de hele tijd. Oké, linkerkant. Dit wordt de dinosauruskant. Vandaar dat hij twee breed is, deze ramp. Hier zitten kleine dinosaurusjes neer op deze afdeling. Ik denk niet dat ik een trike hier kan neerzetten. Kan het proberen. Oh, muziekje. Het wordt avond. De zon is onder, de sterren komen op. En de spoken komen tevoorschijn. Even, sorry, verkeerde spel. Deze bovenverdieping wil ik gebruiken voor kleine vliegende dino's. Zoals deze Argentavis. Zal ik die eens eventjes op een rijtje zetten. Dat is misschien wel zo netjes. Hé, hey, we hebben een level up. Dat is nice. Dat is eens even gaan doen. Eens even kijken, wat wilde ik met jou kunnen doen? Nou ja, movement speed omhoog. Enige mannetje in de club. Dus dan mag de movement speed omhoog. Dan hoef ik dat bij de rest niet te doen. En dan kunnen we daarna gaan breeden. Wow. Kan ik hier tussendoor? Nee. Zit ik nou vast? Ah. Oeh. Nou, dat kostte 30% health. Never mind. Ik moet ze allemaal wat beter parkeren. Ik wil nog even loetje op de goede plek. Alhoewel. Ik moet eerst loetje levelen en dan loetje. Loetje, 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 loetje. Oké, dus zoals ik al zei, aan deze kant komen alle dinosaurussen. Aan de andere kant, de andere verdieping allemaal, dat wordt het woongedeelte. Op deze verdieping, hier wordt de keuken. Ik heb al één ding neergezet, zodat ik weet welke verdieping ik wat wil gaan doen. Oké, hier komt de keuken. Dus kibbelmetten komen hier, allerlei furnaces komen. Nee, hoe noem je dat? Die ovendingen. Om vlees te koken, dat soort grapjes. En dan kan ik hier wel wat moois van maken. Lekker ruim opzetten. Mooi met glas en staal. Wordt hartstikke gaaf. Deze verdieping ga ik medium crop plots gebruiken. Hier gaan we groenten en fruit verbouwen. En misschien een paar bessen. Zodat we daar kibbel van kunnen maken later. Daar hebben we eigenlijk denk ik wel de hele etage voor nodig. Ik heb ook al een waterleiding aangebracht. Ik wil vanaf boven die dingen proberen te bewateren, zeg maar. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar goed, ik heb in ieder geval aangebracht. Kunnen we het altijd gaan uitbreiden. En op de bovenste etage komen de slaapkamers in meervoud. Ik wil denk ik 4, 5 slaapkamers hebben. Dat mocht ik met hier een paar mensen hier in de buurt aan de gang zijn. Dat iedereen kan respawnen. Mochten we doodgaan of wat dan ook. Het punt is als je maar 1 bed neerzet en iemand, 2 mensen gaan dood. Dan moet er eentje een paar minuten wachten omdat er een cooldown zit op zijn bed. En dat leek mij niet echt super handig. Dus hier komen meerdere slaapkamers. En dan hebben we het woongedeelte gehad. We hebben het dinosaurusgedeelte gehad. We hebben het beneden helemaal besproken, geloof ik. Ik heb nog 1 ding niet laten zien. En eigenlijk meerdere kleine dingetjes. Ik heb hier en daar een opening naar buiten. Want ik heb... Mag ik hier niet door? Waarom mag ik hier niet door? Moet ik bukken? Hallo? Nou, is dat nou even een onzin. Maar goed. Hier en daar wil ik wat uitzicht hebben. Nou, prachtig uitzicht hier. Dit is tegen een rots. Wat mij betreft mag deze wel dicht. Maar hier hebben we een groter balkonnetje. Kunnen we lekker buiten zitten, in een stoel. Lekker de rivier opkijken. En als we wat meer in de bui zijn voor spanning en donderend geweld, dan lopen we naar de andere kant en dan kunnen we hier mooi naar de waterval kijken. Ah, is dit niet een prachtig uitzicht? Ik zal even mijn gamma weer uitzetten. Als dit geen mooi uitzicht is, dit zal in het echt miljoenen waard zijn. Oeh, wat is het nou weer donker hier. In ieder geval, dit is mijn schets eigenlijk. Dan gaan we de komende afleveringen heel langzamerhand uitbouwen naar... Ik ga toch weer even wat lichter zetten hoor, tussentijd. Aflevering uitbouwen naar glas en metaal. Alleen dat kost heel veel resources. Ik had geen zin om een week lang te grinden en dan een aflevering van 20 minuten te hebben. Dus we doen het gewoon in gedeeltes.
Het dak heb ik nog helemaal plat. Daar kunnen we wel eventjes gaan kijken trouwens. Kan het licht nou weer wat lager? Of is het dan nog steeds te donker? Nee, kan nog steeds niet. Oeps. Nee. Oef. Dan moet je er maar niet afspringen. Nou goed, het dak is nog plat, daar is nog niks. Ik denk dat ik er nog een trap naar boven doe, vanaf de boze verdieping. Zodat ik daar mijn quip gatherer kan neerzetten. Ah, die gebroken botten doen toch best pijn. Hè? Even wat eten, misschien kan ik dat wat sneller healen. Ja, zodat we daar ook ruimte voor hebben. En ja, dan gaan we deze hele basis eens langzaam aan het omturnen naar glas en metaal. Maar eerst moet ik alle dino's deze kant op krijgen die ik heb. En een gehele voorraad. Dan kan ik die hier mooi inrichten. En dan kunnen we de oude basis af gaan breken. Dan heeft SeaWorld weer, wat daar aan het water ligt vlakbij mijn basis. SeaWorld, die heeft dat hele grote gebouw met al die zeedieren erin. Die heeft dan weer ruimte om uit te breiden. En dan zitten we elkaar niet in de weg. Dan hebben we geen lek van elkaar. Ik zit hier ook in the middle of nowhere. Niemand in de buurt. Dus ik kan wel lekker aan mijn gang gaan samen met jullie. Maar goed, zoals ik zei, eerst de dino's eens deze kant op halen. Ik denk dat ik daar even een compilatie van maak, want als we naar de map kijken, zit ik praktisch aan de andere kant van de map. Ik moet helemaal naar het westen toe. Even kijken, nee, dat kan ik niet laten zien, want de pijl die doet het niet als je de map hebt. Maar goed, die zit helemaal links van de map. Dus het wordt een pokken en loop met al die dieren. Ik hoop dat het in één keer gaat lukken. Ik ga er voor jullie een compilatie van maken en de bijzonderheden die... vertel ik jullie na die tijd wel dan, mochten we iets bijzonders tegenkomen. Oké, tot zo jongens. En meisjes. En huisdieren. En, nou ja, tot straks. Oké, we zijn 3 uur verder. 3 uur. En ik heb wat over is van mijn dino's, heb ik hier. Ik ben kwijtgeraakt mijn 2 trikes. Ik ben kwijtgeraakt mijn 2 stego's. Mijn pterodon. Wat ben ik nog meer kwijtgeraakt? Volgens mij... Oh ja, hoe noem je zo'n ding? Een dilo ben ik kwijtgeraakt. Ik ben het kleine vogeltje op mijn schouder kwijtgeraakt. Allemaal weg. Dood of zoek. Ik heb de route 4 keer weer teruggevlogen. Op het laatst vond ik kettingzaag nog. Daar ben ik 3 kwartier mee bezig geweest om die hier te krijgen. Het is de eerste en tevens de laatste keer dat ik ga verhuizen, kan ik jullie vertellen. Oh, wat een spel. Ark happened. Serieus. Nee, niet shit. Ark. Ark is niet shit, maar Ark is nog niet helemaal klaar. Dus ja, soms is de pathing vooral als zo'n dino achter je aan moet lopen. Of ze moeten achter elkaar aanlopen. En je moet door het bos. Ja, dan blijven ze achter de bomen steken. Moet je weer afstappen. Moet je de bomen weer omhakken. En dan blijven ze weer achter een rot steken. Of ze lopen de verkeerde kant op eventjes. En dan moet je weer terug. Nou ja, en als je dat met 10 dinosaurus tegelijk doet, ja, dan ben je heel, heel, heel lang bezig. Ah. Maar goed, we hebben alles in ons nieuwe huis. Het oude huis heb ik leeggehaald. De voorraad zit al in de kluizen. Het oude huis mocht ik laten staan, want Dravici en Kalindra die wilden daar SeaWorld verder gaan uitbouwen. Ik hoefde de boel niet af te breken, dat wilden zij wel doen, want ze gingen daar ook bouwen. Nou ja, dan hebben ze gelijk wat materialen. Ah, ik ben helemaal bek af van die reis, man. 3 uur lang. Jeez. En dan kan ik weer opnieuw dino's gaan verzamelen ook. Maar goed, het belangrijkste hebben we eigenlijk. We hebben onze Rex, we hebben onze rampentamper. Rampenstamper. Daar moet ik nog een zadel voor maken trouwens. En onze kettingzaag. Ja, dan moeten we eigenlijk nog wel een stego hebben. Tenminste 1 voor de besjes en dergelijke. Want ik heb helemaal geen bessenraper nu. Ja... Alhoewel, kettingzaag kan dat tijdelijk doen. Ik heb toch geen ruimte voorlopig voor nieuwe dino's. Die wou ik ook niet allemaal binnen hebben hoor. Hier buiten gaan we nog een hele koraal maken, denk ik. Of aan de andere kant, misschien wel allebei. Ah, ik ga eventjes een glaasje drinken halen. Ah, en ik denk dat ik daarna maar eventjes wat aandacht aan deze vloer ga besteden. Want mijn mammoet en mijn rampenstamper. Ja, krijg je er van Robin als je zo'n rare naam geeft. Die zakten hier door de vloer. Fetch is af en toe een tikkeltje buggy. Dus ik denk dat we hier maar direct glas in gaan gooien.
Of eerst maar even hout. Zullen we eerst eens even hout doen? Laten we eerst maar even hout doen, anders krijgen we een heleboel gedoe. Ik ga even pauzeren. Ik zie jullie straks. Daar drie erbij. En dan, als ik dan niet misloop, dan kan ik jullie binnen laten zien. Kijk, dit is glas. Geïnspireerd door Roy zijn bouwwerken. Hij heeft ook een glazen huisje gemaakt, zoals jullie hebben kunnen zien. En dit wordt ook zoiets. Ik ben wel door het meeste spul heen waarmee ik glas kan maken, eigenlijk alles. Dus dat wordt weer kleine. Ik heb in ieder geval het dino-gedeelte af. Even kijken, Drafici schrijft iets. Je kan het dino ook verdoven door met een trank op hem te schieten als hij in de klauwen van een vogel hangt. Ja, klopt. Oh, nog om met twee personen op die manier te jagen. Als eentje onder een Argentarus hangt met een geweer met trankdarts en de ander vliegt en recht. Dan kun je heel mooi en zeer veilig kun je gevaarlijke dieren vangen. Waar was ik nou over aan het lullen? Nou, in ieder geval, ja, het glas is allemaal op. Dus dan moeten we weer gaan grinden. Dat duurt nog wel even een paar episodes voordat we dit hele huis klaar hebben, denk ik. Ik heb op bepaalde plekken metaal, zoals waar de trap eindigt. En onder de kluis is ook metaal. Dat kun je alleen niet zien natuurlijk, want het zit onder de kluis. Hier hebben we ook wat metaal. Gelukkig is het dino gedeelte heb ik af kunnen krijgen. Ik heb nog een klein beetje glas over, denk ik. Even kijken. Halffabrikaten? Nee, bouwmaterialen moeten kijken. Wauw, 5 stuks wel. Oké, wauw. Goed, dit wordt dus metaaljager. En glasspul. Dus ja, ik denk dat we dat eerst eens eventjes gaan doen. We gaan eerst eens eventjes nog een beetje glas halen. Laat ik jullie zien waar dat gebeurt en hoe je dat moet doen. En dan sluiten we deze aflevering weer af. Ja, jullie hebben het natuurlijk wat minder kunnen zien dan dat ik gedaan heb. De samenvatting zeg maar, van de reis hier naartoe met alle dino's, die heb ik, die kan ik wel laten zien. Maar dan moet ik stap elke keer van de dino af, hak ik weer een boom om, hak ik weer een steen weg. Weer op de dino, 5 meter verder en dan weer hetzelfde verhaal. Dus dat is niet echt leuk om naar te kijken. Dus die heb ik eruit gelaten. Maar laten we eerst maar eens even kijken wat we voor glas nodig hebben. Dan vlieg ik even naar SeaWorld toe, want daar is al het materiaal aanwezig om glas te kunnen maken. Qua hardware en software. Even mijn licht harder. Software. Materiaal. Ik had mijn eigen dragers tot buiten staan. Nee, die staat nog binnen. Maar goed, daar kan ik het maken. Want ik heb hier nog helemaal geen stroom. Dat moeten we ook nog allemaal gaan doen. Ik kan trouwens ook geen vlees bewaren hier. Want ik heb nog geen koelkast. En geen stroom. En ook geen preserving bin en dergelijke. Heb ik nou daadwerkelijk de deur dicht gedaan terwijl ik er nog uit moet? Dan ben ik toch weer slim vandaag. Nee, laat ik maar met Argendaris gaan. Die is makkelijker in parkeren. Hoppakee. Goed, zie ik jullie bij SeaWorld. Zo, daar is SeaWorld. Zo te zien zijn ze aardig bezig hier. Die Dinosaurus Gate daar, die zijn nieuw. Ik denk dat ze dan doortrekken naar boven en dan mijn stuk erbij pakken. Dat zou op zich wel grappig zijn. Dan krijgt het toch nog een goede functie. Maar daar waren we niet mee bezig. Oh. Hoi, hoi. We gaan hier... Is dat nou een mammoet met een... armor aan? Nice. Maar wij gaan even glas maken. Ik land hem even hier. Hier staat hij veilig, hier bovenop het dak. Hoppakee. En dan gaan we naar beneden, want als het goed is, staat hier zo'n electric furnace, heet dat geloof ik. Even kijken. Electric furnace, goh, kat me goed ook. Hier gooien we crystals in. En van de crystals kunnen we dan glass panes maken. Craft 25, dat is niet veel. Dat duurt even. En als we die paints klaar hebben, dan kunnen we dat hier in de superfabricator omzetten naar glas, denk ik. Was dat hier niet?
Hier. De glazen muur. Dat heeft 10 metal ingots nodig, 6 cementing paste en 5 glass paint. Drafici schrijft: ben beest aan het parkeren voor de nacht. Ik ga er zo een eind aan breien. Is goed. Het is intussen al bijna 12 uur 's nachts. Ik zit hier al vanaf, hoe laat was het? 2 uur vanmiddag ongeveer. En in ieder geval, hier gooi je wat cementing paste in en iron ingots. Oeh, hier zit ook al dat in. Dan kunnen we dat eventueel maken. Glas, ceiling. Even aanzetten, hoeveel kunnen we er maken? 5, wauw. Schiet dit al op? Oké, nou dat heft elkaar mooi een beetje op. Ik blijf hier nog even staan, maar ik sluit hier de aflevering wel af. Leuk dat jullie weer keken. Vonden jullie het video nou leuk? Laat het dan even weten door in de comment sectie wat feedback te geven wat je leuk vond en niet leuk vond. Doe even een likeje. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Tot die tijd zeg ik have fun, enjoy your game en tot later!